bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben Martijn. En ja. Joost, ben jij een ochtendmens? Ja, niet echt. Niet echt. En eigenlijk heb je dan wel een lekker koffietje nodig. Want als je geen koffie drinkt, dan sta je een soort van stil. En stilstand is achteruit gaan. Dus laten wij proberen in deze aflevering gratis aan onze koffie te komen. Ja, dat vind ik een goeie. Ik drink eigenlijk helemaal geen koffie. Ik drink ook geen koffie. Maar eerlijk, jij had wel een plan, toch? Ik denk dus dat er twee manieren zijn. Eén van ons bestelt een koffie. En dan ben ik gewoon eventjes niet aan het opletten. En als mijn naam wordt omgeroepen, pak jij hem. En dan vijf minuten later heb ik zoiets van, hey, ik heb mijn koffie nog niet gekregen. En dan zegt iemand van, ja, maar je hebt hem net aan je vriend gegeven. Vriend, ik ben alleen. Ja, en dan vertel ik wat ik heb, dat bolletje nog. En dan moet ik mijn koffie nog krijgen. Dus dan hebben we twee koffie voor de prijs van... Uno. Laten we kijken of het werkt. Ja. Oh, maar het is wel heel erg... Het is wel heel erg rustig. Ja, dat gaat niet werken. Nee, sorry, ik ga het hier niet doen. Spijt me weer. Maar dit slaat nergens op. Sloterdijk. Het is hier zo druk. Ongelooflijk. Ik maak me niet meer druk. Zo druk is het. Snap je hem? Vat je hem? Oh, we kennen elkaar niet. Kan ik wel hard chocolate? De medium size. Medium size. With whipped cream. Whipped cream on top. Can I have your name? Martijn. Thank you. Thank you. Ik doe alsof ik jou ken. Zo makkelijk is het dus. Ik bedoel, ik ging een beetje in de buurt van Martijn staan, zodat ze misschien een beter idee kregen dat ik erbij hoorde. Maar op het moment dat de naam Martijn werd opgeroepen, ja, pak je hem. Je hoeft niet eens iets te zeggen, je bent weg. Is er iets misgegaan met die warme chocolade op de slag? I think someone else. Oh, really? Oh. Dat is niet netjes. Martijn? Ja? Dankjewel. Vind je dat ook geen hele sterke koffie? Ja, dat wou ik net tegen je zeggen. Je hebt gewoon chocomel besteld. Ik dacht dat er nog een tweede mogelijkheid was. Ik denk dat dit de enige mogelijkheid is. Of denk jij nog iets anders te weten? Vertel je andere truc. Nou, ik dacht dat je daar soort van kon opletten van oké, die naam is gezegd, die loopt weg. En dat je dan later komt terug van hé, ik ben die, weet ik veel, Ruben. Ik zou een koffie krijgen, maar die krijg ik niet. Maar ze letten heel erg op wie besteld heeft. Zullen we het gaan proberen? Is goed. Gaan we dat doen. Spannend! Woehoe. Wat we net hebben gedaan was twee halen, één betalen. En nu is de poging om het helemaal gratis te krijgen. Dat gaan we doen met deze Starbucks. Oké, het is wel echt heel erg druk. Hey man, you're in line? Yeah. Oké, nice. Where are you from? You're tourist? Yeah, from Italy. Oh, Italy. Oh, nice. I got family there. What's your name? Manuel. Manuel? Ah, oké, Manuel. We moeten doorgaan als Manuel. So Manuel, what are you ordering? Espresso, man. Espresso, nice. Aha. Voor dus een espressootje. Hey, hoi. Ja, ik denk even na. Ik denk even na over wat ik neem. Ik ga natuurlijk helemaal niks bestellen. Ik weet niet waarom, jongen, maar ik vind het altijd alweer lastig. Kijk, daar komt ie. Ja. Sorry, espresso voor Manuel? Somebody took it. Oh, and now? Because it's coming, sir. Oh, okay. Thank you. Dankjewel, man. Hey, dankjewel. Ik hoorde espresso van Manuel. Ouwe, dit gaat zo makkelijk. Ja, ik bof. Jij met... Nee, maar eerlijk, als je een beetje geluk hebt, bestelt iemand anders gewoon een hele ruime, luxe koffie, zo'n ijskoffie of zo. Of een warme chocolade met slagroom. Hé, hey, maar het werkt. Het werkt allebei. Dus als jij je gratis koffie wilt, ik wil niks aanraden of zo, maar er is een manier. Er is een manier. Maar ja, volgende week zijn we gewoon weer terug en dan hebben we weer iets nieuws. Dag. Volgende week hebben we een dik item, ouwe. Oeh, trouwens. Ja. Check volgende week. Later.